Ik ben onderweg naar Maden. En daar zit een bedrijf dat heet Mount. En dat is opgericht door Maarten Verbund. Die ken ik al heel lang. Die zit in de glasvezelmarkt. En daar gebeurt ongelooflijk veel. En hij heeft daar een nieuw bedrijf voor opgericht. En ik ga eens kijken wat daar nou aan de hand is. En vooral ben ik geïnteresseerd in de achterliggende trends. Met 5G, de datacenters, de fiber to the home. Hij heeft een bedrijf wat zachtzoemend achter het behang zit. Maar wat wel precies weet wat er aan de hand is. Uitermate interessant om te gaan zien. Maarten! Hoi Vincent. Anderhalf jaar niet gezien. Klopt. Wat doe jij op het ogenblik? Nou, ik ben een nieuw bedrijf begonnen, Mount. En we richten ons op telecombedrijven en datacenters. En verkopen daar glasvezelcomponenten aan. Ja, jij weet alles van glasvezel. En speciaal zeg maar van die onderste lagen kan ik me herinneren. Wat is de focus van het bedrijf? Nou, dat precies. Hè. Dus wij richten ons op de glasvezelinfrastructuren. En dat doen we voor telecombedrijven. En die gebruiken het normaal gesproken of onder de grond of boven de grond. Ja. En aan de andere kant datacenters. En die gebruiken het bij hun apparatuur om al dat apparatuur met elkaar te verbinden. Een nieuw bedrijf, een nieuw pand. Ik voel me echt helemaal gewoon, het is hier geweldig, rustiek daar. Hollandse kan niet, maar dit is een goede plek om te zitten. Dit is een hele goede plek. We zitten hier aan de A59 en je zit hier eigenlijk heel makkelijk in Rotterdam en in Utrecht, in Eindhoven of in België. Je kunt hier alle kanten op. Laat eens even het gebouw zien. Yes. Oké, Mount. Ik vind het hartstikke mooi met dat logo. En het staat natuurlijk voor Maarten Verbund. Zou je zeggen. Het is gewoon een naam die we verzonnen hebben. En die naam die mocht natuurlijk nog niet bestaan. En daar wilde ik op gelet. En ik wilde graag een korte, krachtige naam hebben. En heb je alle domeinnamen? Ja, alles is in ons bezit. Lekker kort en krachtig en hartstikke mooi. Je hebt voor heel veel bedrijven gewerkt en nu ga je je eigen bedrijf opzetten. Wat heb je nou van de verschillende bedrijven meegenomen wat je hierin gaat integreren? Ja, de ervaring loopt heel erg uiteen. Van dus bij een netwerkoperator, dus echt bij een netwerkeigenaar gewerkt te hebben, tot bij meer een dienstverlenende partij en bij een handelsfirma gewerkt. Ja. Ja, en al die ervaringen die neem ik nu mee. Wij leveren veel toegevoegde waarde op het gebied van het design van de infrastructuur. Wij ondersteunen ook daadwerkelijk bij die rollout. Dus we kijken echt mee naar hoe ziet die business case van die klant eruit. Maarten, waarom ben jij zo'n ongelofelijke procesnerd? Nou, in eerste instantie omdat ik dat misschien ook wel een beetje ben. Ja, dat ben je inderdaad een beetje, ja. Echt, jij let echt op elke detail. Maar waarom is dat zo? Nou, omdat ik heb gezien om me heen bij heel veel bedrijven dat ze niet alleen maar heel veel mensen nodig hebben om die processen in te richten, maar ook dat er heel veel fouten worden gemaakt daardoor. En dat wil ik gewoon voorkomen. Ja, ruksigloze automatisering. Ja, precies. Ja, proces is leidend. En de mensen geven daar invulling aan. Maar we willen met name ook gewoon veel aandacht aan de klant kunnen geven. Dat betekent dat we niet hier constant bezig willen zijn met administratieve verhandelingen. We zijn nu alles aan het plannen, we zijn het aan het ontwerpen, maar over een paar weken ziet dit magazijn er helemaal anders uit. Als je het hier goed ingericht hebt, hoeveel orders kunnen er hier dan doorheen? Duizenden orders, met gemak. En dan moet je denken aan hele kleine ordertjes, hè, letterlijk ook een klein doosje, tot een kabelhaspel van 1,80 meter hoog die misschien wel 600 kilo weegt. Dus dat varieert enorm en die flexibiliteit kunnen we hier aan. Dit magazijn, is dat nou de basis van je complete operatie? Ja, dit is wel de basis. Dus dit is het hoofdmagazijn. Hier komt alles binnen en hier gaat alles weer weg. Maar we hebben ook iets nieuws geïntroduceerd en dat is een virtueel magazijn. Met dat virtueel magazijn kunnen wij het beheer en ook een stuk financiering overnemen van onze klanten. Dat zie je vaak in projecten dat onze opdrachtgevers dat ze het lastig vinden om hun voorraad te moeten beheren en dat allemaal te regelen zodat ze het op tijd op de juiste plek hebben staan. Dat kunnen wij helemaal overnemen. Dus wij zorgen er gewoon voor dat de beschikbaarheid van de materialen op het gewenste niveau is. En dat doen we dus weer met onze eigen software. En dat ontzorgt de klant enorm, want logistiek en order processing is gewoon een vak apart. En heel veel van onze klanten zijn ergens anders goed in en dan pakken we dat hele stuk van hen over. Maarten, waarom doe je dat nou weer, zo'n bedrijf oprichten? Ja, het is gewoon heel erg belangrijk om nou eens een keer iets anders neer te zetten in de markt. Ik heb zoveel bedrijven gezien die toch met allerlei problematiek te maken kregen. En het is ook lastig, hè, in een bestaande omgeving, in een bestaande organisatie verandering door te voeren. Mm. En daar heb ik nu geen last van. Ik doe het helemaal van grond af aan opnieuw. Op mijn eigen manier. In een markt die ik nog steeds gigantisch interessant vind. Hè. We bouwen met z'n allen het internet. En het is gewoon een nieuwe nutsvoorziening geworden. Iedereen heeft dat internet nodig. En of het nu mobiel is, datacenters of een huisaansluiting thuis. Ja, het blijft gewoon heel erg belangrijk dat er gewoon goed op orde is. En dan zeker 5G. Hè. 5G wordt zo ontzettend belangrijk. En alles wat er omheen zit, dat gaat een grote impact veroorzaken. Daar zetten we hard op in en dat wordt gewoon heel erg belangrijk. En daar zijn gewoon veel verbindingen voor nodig. Dus als je het niet erg vindt, dan ga ik weer door. Er is nog heel veel werk te doen. Oké, ik ben weg. Nou, dat was echt leuk om Maarten aan de gang te zien. Ik weet dat hij ongelooflijk specifiek is wat hij nou eigenlijk wil. Hij is een pietje precies. Hij wil het heel goed regelen. En hij wil de meest efficiënte machine inrichten die ervoor zorgt dat gewoon die netwerken op een glasvezelnetwerken op een goede manier worden geïntegreerd. Een mooi begin van een heel veelbelovend bedrijf.